Toen Remkes zijn verslag had gerapporteerd, zag ik verschillende positief gestemde berichten langskomen van de zijde van GroenLinks, ook van de heer Klaver. Een van de zaken die Remkes, waarmee Remkes mij trof bij de presentatie van, zijn rapport, was dat hij zei: ik heb ze gezien, ik heb het gezien, die wanhoop in de ogen van redelijke mensen. Die boeren zijn jaar in jaar uit bezig geweest om in overleg te komen met de bewindspersonen, met degene die beleid maken. Werden niet gehoord, aan de kant geschoven. En er kwamen nog verschillende uitspraken van collega's overheen die ze tot wanhoop dreven. Wat heeft deze uitspraak van de heer Remkes gedaan met de benadering die GroenLinks nu kiest voor het vervolg van het traject? Want ik hoor de heer Klaver weer zeggen over: we moeten doorpakken. Ja, dat klinkt stoer, maar als een soort appendixje wordt dan gezegd van ja, het liefst in overleg. Ja, die boeren willen overleggen. Wat heeft dit gedaan met de bereidheid van GroenLinks om echt open met die sector aan tafel te gaan? De heer Klaver. Want dat hebben ze gemist. De heer Klaver. Nou, voorzitter. Wat mij trof aan het advies, ik vond dat hij het goed verwoordde en ik heb het gevoel dat de boeren die ik erover sprak, is dat ze zich gezien zagen. Dat de boeren voor het eerst het gevoel hadden: ik word gezien en mijn problemen. En ik heb het daar ook met collega Van der Plas wel eens over gehad, dat de woorden die je kiest, dat dat ertoe kan leiden dat mensen zich enorm voelen aangevallen. Ook al is dat helemaal niet mijn bedoeling. Dus ik heb het wel eens gehad over het koeien of huizen. Daarmee bedoel ik niet die koeien moeten weg, op die plek moeten huizen komen. Het gaat over de stikstofruimte. Maar het is wel een harde keuze die voor ligt. Dat zie je trouwens ook weer in deze uitspraak. Maar ik snap dat de woorden die je kiest, dat dat pijn kan doen bij anderen. En ik vind dat dat nooit je doel moet zijn en dat je daar voorzichtig naar moet kijken. Dat is één deel van wat ik van Remkes heb gezien en wat we ons moeten aantrekken, ik zeker. Maar er is een ander deel van Remkes wat ik ook zie. En dat is dat hij zegt: we moeten nu doorpakken. Je moet binnen een jaar, dat is wat Remkes zegt, eigenlijk overgaan tot de uitkoop van die 500 tot 600 piekbelasters. Dat is nou precies het onderdeel waar het kabinet van heeft gezegd: dat gaan we niet doen. Dat kan eigenlijk niet. Daar moeten we nog wat langer de tijd voor nemen. En wat ik hier aangeef, en dat heb ik ook gezien met boeren met wie ik heb gesproken, is dat ze het heel goed aankunnen als we de waarheid wordt verteld. Als je zegt wat we gaan doen en welke richting we opgaan. En waar mijn zorg zit, is dat er nog steeds geen perspectief is. Dat er nu eigenlijk door de minister van Landbouw wordt gezegd: nou, er komt een landbouwakkoord, we gaan met de boeren inderdaad overleggen. Maar weet u, als ik boeren spreek, dan zeggen zij: wat ik wel eens zou willen weten, is wat voor vergoeding krijg ik eigenlijk als ik dan natuurinclusief ga landbouwen? Of als het waterpeil omhoog moet? Of als ik naar een andere manier van werken moet? Wat is dan mijn verdienmodel? En de minister die daar zit, moet daar antwoord op geven. Dank u wel. De heer Bisschop. Voorzitter, dit is met waardering voor de toelichting, maar dit is geen antwoord op mijn vraag. Mijn antwoord op mijn vraag is concreet: wat verandert er in de opstelling van GroenLinks ten opzichte van dit hele proces richting de agrarische sector om er samen uit te komen? En we weten allemaal inmiddels dat die piekbelasters, dat het kabinet terecht zegt van ja, we weten niet eens wat piekbelasters zijn. Daar komen we ongetwijfeld nog over te spreken, al dan niet dankzij mevrouw Van der Plas. Maar wat verandert er nu daadwerkelijk? Heer Klaver. Voorzitter, al die keren dat u voor ondeugdelijke wetgeving heeft gestemd hier in de Kamer, die ons heeft geleid tot het drama waar we nu in zitten, zeg ik tegen de heer Bisschop, dat waren de momenten dat op mijn fractie zei: we doen dit niet. Dit is niet eerlijk naar boeren. Dus als u vraagt wat verandert er in onze opstelling, niets. Wij willen heel graag meewerken aan stikstofbeleid dat juridisch houdbaar is. Dat perspectief geeft aan boeren, zodat ze weten: als mijn bedrijf niet verder kan, krijg ik dan een eerlijke prijs en kunnen we stoppen? Als ik wel verder kan, hoe ziet mijn bedrijfsmodel er dan uit? Dat is hoe wij er altijd in hebben gestaan. En dat is hoe we nu doorgaan. En waar ik iets van heb geleerd, waarvan ik zeg dat moet ik me aantrekken, had ik niet per se Remkes voor nodig, ook in de gesprekken met boeren of met collega's hier, is dat de woorden die je kiest ook bij mensen heel veel pijn kunnen doen. En dat mag nooit het doel zijn van het kiezen van je woorden. En dat trek ik maar. En daar zoek ik altijd naar de beste manier om me uit te drukken. De heer Bisschop. Voorzitter, dit is een klip en klaar antwoord. Er verandert niets in de benadering van GroenLinks. Dat is een heldere constatering. Voorzitter,
Het klopt dat in de opstelling van GroenLinks en de houding echt niet zoveel, daar gaat niet zoveel veranderen. Dat is een heel helder antwoord.